dames en heren, welkom bij alweer de 6e aflevering van F1 22 My Team Career Mode. En kijk eens even naar alle ontwikkelingen die er deze week kunnen binnenkomen. Voor de Grand Prix van Spanje hebben er 4 staan. Een aantal hebben 0% faalkans, dus die komen zeker. Qua stand, we staan 12e met 7 punten. En helaas heeft mijn teamgenoot Fittipaldi, ondanks dat hij goed presteert, nog altijd 0 punten. Dus hopelijk kan daar verandering in komen. We zijn 8e bij de constructeurs. En ik zou graag nu een update willen doen. Bijvoorbeeld aan de duurzaamheid. Maar helaas, afdelingscapaciteit is bereikt. En datzelfde geldt hier voor mijn aandrijflijn. En surprise, surprise, ook voor het chassis. Dus nog even geen updates. We gaan even wachten, überhaupt of alles lukt en of alles binnenkomt. Wel ga ik even wat geld uitgeven aan mijn social media skills. Waardoor mijn coureursfaam met 10% verhoogd wordt. Dan gaan we dus sneller omhoog in levels. Dan hebben we hier zo'n team eventje. Die is echt ideaal. Want dan gaat dus bij elke afdeling het moraal omhoog. En voor we dan richting het Grand Prix weekend gaan, hebben we eerst even een sponsor. 90 seconden. Neemt het maar in beslag. En daardoor kan ik wel deze video's blijven maken. Want de video van vandaag wordt gesponsord door Slash en Roll. En zoals je ziet ontvangen we een login bonus. En aangezien dit de 7e dag is achter elkaar dat ik inlog, ontvang ik hier zelfs een speciale chest. Die gaan we zo meteen even openen, want eerst belangrijke dingen. We zitten namelijk midden in een battle met mijn gilde. Die hier de Robbie Clan tegen de Scholar Owlers. Je ziet dat de season bijna over is en het laatste half uur is de skirmish. Letterlijk vertaald schermutseling. Wat is Nederland toch een trieste taal. Maar dat laatste half uur is extra belangrijk, want dan krijgt iedereen extra bonussen. Maar voor we gaan battlen gaan we eerst even mijn hero aanpassen. We kunnen hem namelijk helemaal customizen en dit paard, ja, louter paardje doet het altijd goed. Voor we gaan battelen gooien we eerst even onze multiplier omhoog om extra sterk te worden. En dan begint het spel dus. Het dobbelen van de dobbelstenen. En omdat we dus in de skirmish zitten hebben we extra bonussen waardoor we extra sterk zijn. Je ziet hier een normale attack is nu 13,32k. 25% extra ten opzichte van normaal. Krijgen we nu gewoon wat goud wat gewoon bij ons totaal wordt opgeteld. En vervolgens hier ook nog een shield. Dat is als we een critical attack tegen krijgen kunnen we daarmee verdedigen. Critical attack gesproken. Nu hebben we er eentje. We janken hem tegen zijn kop aan. Boink. En zo winnen wij deze battle. En dan is het tijd om onze rewards te claimen. Iedereen krijgt een reward. Je ziet nu wel dat ik de meeste damage heb uitgedeeld. Dus daardoor zelfs champion title. Nu we dit allemaal geclaimd hebben, gaan we even die chest openen. Die we natuurlijk aan het begin unlocked hadden door 7 dagen achter elkaar in te loggen. Het geeft ons een epic item. En dat is even een heel eng oudje. Nu ga ik met dat enge oudje op het paardje. En ben ik helemaal compleet. Je kunt Slash & Roll nu downloaden via de link in mijn beschrijving. Sluit je aan bij een clan. Bij voorkeur de mijne. En ontvang ook nog eens een welkomstbonus via de link in mijn beschrijving. En dan is het nu tijd voor de Grand Prix van Spanje. Dat is gewoon liefde. Dankjewel voor het sponsoren nogmaals. Als de Boisjes hier binnenkomen, eindelijk zijn ze. En het ontgrendelt weer nieuwe upgrades. Dat is ook lekker. Check ook overal. Bij elke afdeling is het moreel nu hoog. Dat is belangrijk. Faalkans en bouwtijd gaat dan door naar beneden. Kijk, dit is een goede ontwikkeling. Voor de ERS kun je je batterij wat beter gaan gebruiken. Sneller opgeladen of kost het juist minder om hem te gebruiken. Hij is er pas voor Azerbeidzjan met 29% faalkans, maar goed, wel 31% korting. Dus kost maar 794 resource points. En het is een grote upgrade, dus dat is lekker. Dan de verbeterde opslagcellen, die komt ook binnen. Die is voor het chassis. En dan hebben we ook met 17% korting een nieuwe ontwikkeling gelijk voor de gewichtsverdeling. Qua chassis zijn we echt nog slecht, dus hier moeten we echt stappen gaan maken. Dan de verbrandingsmotor komt ook binnen. Dat is een hele handige. Dat is natuurlijk ons snel slijtende onderdeel, dus dat is wel gewoon fijn dat die nu geüpgraded is. Als laatste, oh mijn god, alle 4 de upgrades komen binnen. Ik weet niet of ze alle 4 0% waren. Er waren er een aantal die 0% faalkans hadden, dus dat is geen verrassing dat ze binnenkomen. Maar goed, dat ze alle 4 binnenkomen is natuurlijk wel ziek. Deze is aan de downforce achter. Ik heb niet genoeg resource points om hier nog iets te doen. Dat is wel jammer, komen er nu 4 binnen. En verder hebben we niet echt iets in de pipeline zitten. Waardoor we dan wellicht volgende raceweekend weer helemaal stilstaan. Maar goed, maakt even niet uit. Er komt nog een gewichtstraining en dan is het tijd voor de Pirelli Hot Lap. Okay, ik ben benieuwd. Ik hoor van zoveel mensen die echt veel moeite hebben met dit. En ik ben er zeker één van. Deze auto's zijn zo moeilijk te besturen op een manier. En nu moeten we ook nog helemaal gaan slalommen. Volgens mij is het zo, als je een poortje mist, krijg je strafsecondes. Dus het is zeker belangrijk om alle poortjes te raken. Maar de controle in deze auto is zo anders dan in die Formule 1 auto's. Met maar één paaltje geraakt. Nou, die gouden, dat is echt onmogelijk. Ik heb één paaltje geraakt. Dat is 5 strafseconden. Nou, trouwens, als ik die niet had geraakt, had ik wel goud gehad. Maar goed, zilver doen we het voor. Helemaal prima. Volgens mij hebben we nog nooit hoger gehaald dan zilver. Maar goed. Snoepen dan toch elke keer wel die $50.000 en 500 faampunten binnen.
Ja, één potje geraakt, 5 strafseconden. Fuck, anders had ik goud gehad voor het eerst. Maar goed, prima. Ik ben heel benieuwd hoe we er hiervoor staan in Spanje. Ja, we hebben een stap gemaakt. Zijn over AlphaTauri heen gegaan. Jawel, jawel, jawel. En kruipen nu ook al echt zo... Trouwens, ik wil zeggen, kruipen echt naar de teams boven ons toe. Maar check even wat McLaren heeft gedaan. McLaren was... Eerste, 7e team. Ja, en nu het 4e. Is gewoon over 3 teams heen gegaan. Heeft echt sikke upgrades meegenomen hier naar Spanje. Je ziet wel dat Alfa Romeo het een beetje aan het verliezen is. We zijn een beetje in hetzelfde tempo als Haas aan het gaan. Zijn zogezegd Alfa Tauri voorbij. Interessant. Heel interessant. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Grand Prix van Spanje. Ja, en allereerst krijgen we natuurlijk weer middelenpunten binnen. Deze keer is het zo dat Enzo Fittipaldi niks binnenbrengt. En dus, dat is niet heel lekker. Ja, daar komt het op neer. Kunnen er een lang verhaal van maken, maar dat is gewoon zo. We hebben ook nog 9 kortingen die we dan natuurlijk vrij spelen. En check dan wat er hier gebeurt. Ik klik heel snel door naar de kwalificatie. En dan vergeet ik dus mijn onderdelen van de training te veranderen. Waardoor dat ik rij met een verbrandingsmotor die al lang en breed versleten is. Gelukkig kun je nog een aantal onderdelen vervangen. Want pas wanneer je tijdens kwalificatie naar buiten rijdt, gaat Park Vermee in. Oftewel mag je niks meer aan je auto doen. Dus ik kan mijn versnellingsbak en mijn verbrandingsmotor nog vervangen. En zoals je net zag, de rest van mijn onderdelen zijn oké. Al met al heb ik nu een motor die 38% slijtage heeft. Dat betekent dat... Ja, dat is dikke prima. Met die 2 onderdelen die ik nog niet vervangen had, zat ik echt veel hoger. Plus, een onderdeel was op zichzelf al over de 80% in. Wat echt wel problematisch is. Dus ik heb het uiteindelijk op kunnen lossen. Ik heb 2 onderdelen kunnen vervangen, waardoor dat ik met een prima motorblok rijd. Zeker een Grand Prix als Spanje, waar vermogen niet heel belangrijk is. Downforce belangrijker is, laten we daarop houden. Dit is niet per se een baan met heel extreem veel, waar je heel extreem veel... motorkracht nodig heb, behalve natuurlijk een lange rechte stuk. Maar met de motor die ik nu heb, is het helemaal prima. Kijk, het is geen Baku. Laten we daarop houden, hè. Weet je wel, dat soort power circuits. Dus al met al komen we er goed mee weg. Het enige probleem is dat we maar 1 run kunnen doen. En ik ook nog eens last had van Magnussen. Je ziet, hier valt de vlag en hier gaan we op start-finish. Oftewel, 1 run was het maar wat we konden doen. En dat is net niet genoeg voor Q2. We rijden 1.19.5. En we komen 500ste tekort om door te gaan naar Q2. Dus het is wat het is. 1 run maar kunnen doen. Fittipaldi wordt 20ste. Wij worden 18e. En dat is hoe we gaan starten in de Grand Prix van Spanje. Welkom bij wat weer een fascinerende Spaanse Grand Prix beloofd te worden. Een race waarin Max Verstappen in 2016 zijn eerste zege ooit pakte met het Red Bull team. Na de dramatische aanvaring tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Krijgen we vandaag meer momenten voor het plakboek te zien? Ja, allereerst de bandenstrategie van iedereen. Iedereen op de mediums, behalve Kevin Magnussen. Hij gaat het doen op de softs, dus hij gaat denk ik soft hard. Tenminste, dat lijkt me logisch. En dat inspireerde mij. Ik ga dat ook doen. Het enige verschil is dat ik niet soft hard ga, maar hard soft. Reden daarvoor is dan weer, omdat we ons zo lang doorrijden op de hards. Ja, wellicht gebeurt er iets met een safety car of een momentje, virtual safety car, weet ik het. Waardoor dat ik van strategie kan wijzigen en dan wellicht... tijdens de safety car kan gaan pitten. Desnoods naast zet je mediums. Dat maakt allemaal niet uit. Maar omdat je zo lang erop blijft rijden, heb je meer kans dat er iets gebeurt. Als het ware. Geluk dwing je af. Maar op het moment dat je op de hardband start, heb ik 24 rondjes dat ik niet naar binnen hoef in principe. Dus wellicht door een gevalletje safety car mijn strategie kan aanpassen. Terwijl dat als je op de softs begint, ja, dan moet je sowieso een rondje 10 al naar binnen. Dus kun je er minder van profiteren. Als we inmiddels onderweg zijn... En in bocht 1 een aanval plaatsen. We starten natuurlijk als 18e. Niemand had een grip penalty genomen. Dat komt waarschijnlijk omdat Spanje een circuit is waar niet heel makkelijk is in te halen. Dus het is ook niet heel handig om hier een grip penalty te nemen. Als je ziet dat we gelijk opschuiven naar plek nummer 15. En voor ons zijn Ocon, Gasly en Ricciardo met elkaar aan battelen. Je ziet ze van links naar rechts gaan. 3 wijd door bocht nummer 4 heen. En dat betekent dat wij daarvan kunnen profiteren aan de binnenkant bij Esteban Ocon. Aanremmen bocht 5 gaan we buitenom. Bij Gasly en bij Magnussen komen we zelfs naast Ricciardo terecht. Maar die heeft natuurlijk een betere exit. En zo rijden we op dit moment op P12. Maar dan bocht 7-8, een soort chicane is het. Zit Magnussen aan onze binnenkant. En hij natuurlijk gestart op de soft, zoals ik net al zei. Heeft gewoon wat meer grip en ik moet hem dan weer voorbij laten. En zo is het uiteindelijk P13 met de start. Een hele goede start. Zeker als je je bedenkt dat ik op de hards rij en de rest eigenlijk op de mediums. Als we hier dan in bocht 10 worden aangetikt... Door Pierre Gasly, waardoor dat er een treintje ontstaat. Ik ga snel weer terug de baan op. Gasly haalt me in en dan komt de safety car omdat er te veel auto's stilstaan op de baan.
Een hele hectische eerste ronde met heel veel inhaalmanoeuvres en dus uiteindelijk een crash en een safety car. Gelukkig valt er niemand uit, iedereen kan door. En met gelukkig bedoel ik vooral eigenlijk ikzelf, want ik was echt puur slachtoffer, gaan we zo wel zien. Maar ook Gasly kan gewoon door zonder schade. Niemand uiteindelijk zelfs schade. Als we hier dus drie wijd in bocht 1 gingen met Tsunoda en ik denk Sebastian Vettel, zou ook Lance Stroll kunnen zijn, maar nou ja. Lance Stroll rijdt meestal achter Vettel, aangezien hij echt tering shit is. Ik mag trouwens niet zeggen dat het een autist is, want dan word je ontslagen. Heb je dat gehoord? Er was een Franstalige commentator in België die was ontslagen omdat hij Stroll een autist noemt. Ook wel oprecht wel een rare reactie om dat op tv te zeggen. Maar goed, de meningen zijn erover verdeeld. Misschien had hij wel gewoon gelijk. Als we inmiddels kijken naar het moment dat wij dus Magnussen voorbij waren. Hij ons dus terug aanvalt hier in die chicane bocht 7-8. En dan hebben we bocht 9 die opdraait richting dat rechte stuk. Wat ook een DRS-zone is. Nu natuurlijk nog niet. Pas vanaf ronde 3. En dan zit de Alpine van Gasly dus achter mij. In de achtergrond zie je het. Eigenlijk niet echt dat hij me aan kan vallen of zo. Maar hij raakt me. Hij tikt me aan op mijn achterband. Ja, zeker zijn fout. En wij spinnen hem gelukkig snel weer terug de weg op. En dan is dus de safety car. Dus dan zijn we eigenlijk die achterstand die we hadden. Die wordt gelijk weer ingelopen. Je zag in dat moment dat Ricciardo ging defensive. In bocht 4. En daardoor überhaupt kon ik al makkelijk Ocon en ook Gasly voorbij. Want zij gingen allemaal andere lijnen rijden. En ik kwam er eigenlijk best wel soepel doorheen. Ik zat best goed in de start. Ik had niet echt last van iemand. Terwijl dat deze mannen allemaal last van elkaar hebben. Dus hier zie je nog dat ik twee posities voor Gasly zit. Dan komt Magnussen dus aan mijn binnenkant. Geef ik de positie eigenlijk netjes terug. Laat ik goed ruimte. Ook wetende dat hij op betere banden rijdt. En dan hier is eigenlijk niks aan de hand. Gaan we eigenlijk even snel dat rechte stuk op. Er is echt nog geen enkele reden voor Gasly om mij aan te vallen. Maar natuurlijk hier in de slipstream komt hij eruit. Aanremmen bocht 10 zit hij een volledige autolengte achter me. Maar dan probeert hij hem er toch nog tussen te duwen of zo. Tikt hij me op mijn achterband aan. En nou, dat hij hier geen straf voor krijgt voor causing a collision, ik heb geen idee. Dat was natuurlijk wel dik verdiend. Wie er wel een straf krijgt is Sebastian Vettel. Die zet hem hier namelijk vol ze achteruit en rijdt de complete voorvleugel van Ocon aan gor. En hiervoor krijgt Vettel een 5 seconden penalty. Overigens Albon reed 21ste. En door dit hele verhaal is hij zomaar opeens 13e. Hoe ziek is dat? Dat is dan allemaal leuk en aardig, maar check dan wat hier gebeurt. Want het erge is, ik moet Gasly voorbij laten. Omdat die safety car werd ingesteld en toen zat ik nog net achter de Fransman. En zo word ik gewoon van de baan gereden door Gasly. En hij wint er nog een positie mee ook. Want ik moet hem dus voorbij laten gaan omdat hij voor me zat. Dan vervolgens zit ik hem hier wel te fucken. Dit mag er net echt niet meer. Ik ging naast hem rijden bij het einde van de safety car. Je ziet dat hij daar echt ziek veel problemen mee had. Verliest ook gelijk de aansluiting met Albon. Ik weet nou niet of dit nou zozeer slim was van mij. Want daardoor ben ik de aansluiting ook kwijt. Maar goed, ik had gewoon zin om Gasly even te fucken. Want ik ben het er echt totaal niet mee eens met die beslissing van de FIA. Laten we dat nou even zeggen. Ik weet ook zeker dat als dit geen game was, maar het echte leven, dat Gasly zeker die positie, dat hij gewoon sowieso een straf had gekregen. Dus dan had hij die positie niet terug hoeven geven, want dan was ik er sowieso al voorbij. Maar bijzonder moment. Ik zit dus achter hem en nou is de vraag, val hem maar eens aan. Want ja, straight line speed, daar heb ik best wel wat moeite mee. Je ziet ook dat Vettel vanuit mijn slipstream mij wel weet aan te vallen en ik kom eigenlijk niet echt naar Gasly toe. En dat is wel iets moois waar ik het even over wil hebben. Aanremmen bocht 1 overigens. Ja, ik was een beetje gefrustreerd. Dus ik dacht, ja, elke deur die ik nu tegenkom, die gooi ik dicht. En ik ga echt niemand ermee voorbij laten. Want als je zo aan het rijden bent, ik weet niet. Ik werd echt zwaar chagrijnig van wat Gasly deed. Maar wat ik merkte is, op het rechte stuk verloor ik wel iets van snelheid. Kijk, ik krijg nu natuurlijk DRS en Gasly niet. Dus ik kon hem nu makkelijk bijhouden. Maar in de bochten was ik een stuk sneller. En dat is iets wat nieuw is in F1 22 misschien wel. En dat is dat je gewoon veel lagere downforce moet rijden. Ik heb de afgelopen dagen wat video's gezien waar mensen met 0-0 wings rijden. Dus 0 voorvleugel, 0 achtervleugel. En dat is dan met name op Monza, Spa en Baku. Dat soort circuits. Maar dat betekent automatisch ook dat je... hier kun je geen 0-0 rijden, want te veel downforce is hier nodig van je auto. Maar dat betekent wel dat je hier ook waarschijnlijk het OP is om veel lager te rijden in je downforce. Omdat je vleugels kennelijk niet zo heel veel boeien. Omdat je natuurlijk de nieuwe auto's hebben die werken via het ground effect. Via de vloer wordt de downforce opgewekt. En niet meer via de vleugels eigenlijk zoals voorheen. En wellicht rij ik dus met veel te veel vleugel. Ik rij volgens mij 43-37 uit mijn hoofd. Nou ja, je snapt wel als er op heel veel circuits 0-0 wordt gereden. Dat je hier waarschijnlijk gewoon ook 20-20 kan rijden. Nou ja, en als je dan 43-37 rijdt, dan rij je heel veel hoger. Dat
lijkt me voor iedereen te begrijpen. En ik denk ook dat de auto's om mij heen ook veel lagere downforce rijden. Waardoor dat ik dus enerzijds veel sneller ben in de bochten. Dat heb je al op een aantal momenten gezien, dat ik echt veel sneller ben in de bochten. Zo ook hier aan het einde van de derde sector knal ik hem helemaal naar Albon toe. Maar op het rechte stuk heb ik dan wel wat moeite. Nou is natuurlijk nu het voordeel dat Albon geen slipstream en geen DRS heeft en ik wel. Dus daarmee kun je hem dan alsnog wel aanvallen. Maar het verschil is minder groot dan je denkt. Als Magnussen in rondje 10 de eerste man is die naar binnen gaat. Natuurlijk was hij ook de enige die op de softs is gestart. Dus zijn pitrondje was rondje 10 en gaat nu naar de hards toe. Op zich is dat logisch, want ik rij juist op de hards en ga straks in rondje 24 naar de softs toe. Je kunt er ongeveer 9 à 10 rondjes oprijden. En dat doet dus ook Magnussen. Hij komt overigens naast Latifi terecht. Toen dacht ik, wow, zou Latifi dan gecrashed zijn of zo? Want ja, 6 rondjes geleden reed iedereen nog samen. Terwijl dat we hier een aanval plaatsen trouwens op Albon. Laten we het daar even eerst over hebben. Prachtige switchback, bocht 1. Zo gezegd, met de DRS en de slipstream trok ik toch wel naar hem toe. Maar uiteindelijk echt voorbij vliegen op het rechte stuk lukte me niet. Maar gelukkig hebben we een mooie switchback in petto in bocht 1. Hij gaat ook wat wijd. Zien we zo meteen ook vanaf zijn onboard. Maar wat ik wilde zeggen over Latifi, de teamgenoot van deze Albon. Die verloor gewoon 2 seconden per rondje op het volledige veld. Dus die zat na 6 rondjes racen 12 seconden achter de nummer 1 en laatst. Dat is echt bizar. Waardoor Magnussen gewoon een pitstop kon maken en alsnog bij hem terecht kwam met een pitstop extra. Die Latifi is zo slecht. Als je nu ook op de map ziet hoe ver hij achter de rest zit. Hij rijdt nu bij dat witte puntje, daarachter zit hij. Dat witte puntje is dan Magnussen die al een pitstop heeft gemaakt. En daar rijdt dan Latifi en beseft, die is dus niet gestopt. Hij rijdt nu al zo ver achter ons. Nou, ik vind het toch vrij bijzonder. Als wij inmiddels een beetje in een gat terechtkomen en achter ons is het feest. Want hier zien we voor ons Ocon spinnen. We kijken mee over de auto van Tsunoda. Die rijdt dan weer 1 positie voor mijn teamgenoot Fittipaldi. En Fittipaldi schuift hier dus een positie op. Want Ocon uit het niets spint. En moet dan dus, ja, je wil zeggen achteraan aansluiten, maar ja, is dus niet. Want Latifi zit er zo ver achter dat hij daar gewoon ook voor zit. En ook voor Magnussen die al zijn pitstop heeft gemaakt. Over pitstops gesproken, Valtteri Bottas is de eerste man op de mediums die naar binnen komt. Bottas die het sowieso goed doet in zijn Alfa Romeo. Elke keer eigenlijk wel in de top 10 rijdt. Alleen bijvoorbeeld vorige aflevering natuurlijk een uitvalbeurt had. Gaat hij naar de hards toe. En datzelfde geldt dan voor Pierre Gasly. De man die natuurlijk nu achter mij zit. 1 positietje aangezien we die zojuist voorbij zijn gereden. Als je dan ziet waar Gasly terecht komt. Die komt toch wel een flink stuk achter Magnussen terecht. Wat op zich wel logisch is. Want hij zat al achter Magnussen voor de pitstops. Maar heeft hem dus niet kunnen overkutten of wat dan ook. En wij gaan ondertussen nog lekker door, want wij rijden natuurlijk op de hards en gaan pas rond rondje 23 à 24 naar binnen. En vallen nu een beetje in een gat. Want ver voor mij rijden deze mannen, Fernando Alonso en Daniel Ricciardo en wie rijdt daar nog meer? Dat is Mick Schumacher. En achter mij is het gat inmiddels ook best wel groot. Als we hier een goede stop zien van Ricciardo en een redelijke stop van Alonso. Maar check dan dit. Daar zagen we Ricciardo voorbij komen. En Ricciardo haalt dus Alonso in de pitstraat. Ja, dat kan natuurlijk. Schumacher moet een beetje wachten. Die kon niet releasen omdat die mannen daar reden. Maar die hadden ook een betere stop eigenlijk. Maar wint daar dan geen positie mee. Maar Ricciardo haalt dus Alonso in de pitstraat. Gelukkig voor mijn teamgenoten gaat het gewoon goed. Of, niet gelukkig. Maar hij wint geen positie en verliest geen positie. Fittipaldi. En komt dan ook terug de baan op. Achter Albon en Tsunoda. En ja, verremt zich eigenlijk gelijk al in bocht 1. Want dat krijg je natuurlijk weer. Die mannen, hier zien we het overigens vanaf de auto van Guanyu Zhou. Die mannen rijden natuurlijk op gloednieuwe hards. En die zijn super koud. En helemaal de hards duurt het gewoon lang om temperatuur te krijgen. En dan zie je ze nog wel eens verremmen. Als we dan nu ook vanaf mijn auto zien dat dus het hele veld, bijna het hele veld, naar binnen gaat. Waaronder dus Schumacher en mijn teamgenoot. En Verstappen net uit de pitstraat komt op dus die koude hards. En hier zie je maar weer wat die koude hards voor verschil maken. Verstappen is zo traag in die eerste sector. Hij houdt me gewoon letterlijk op. Terwijl dat hij in een auto rijdt die oprecht 2 seconden per rondje sneller is dan de mijne. Maar mijn banden zijn gewoon lekker op temperatuur. En nog niet heel erg versleten. Hè. Zitten tussen de 20% en 30%. Hij rijdt op gloednieuwe banden, maar die zijn nog ijs en ijskoud. En zo zie je dat hij echt wel een rondje nodig heeft om op gang te komen. Maar dat geeft mij dan weer het voordeel dat ik een rondje heb om de DRS te gebruiken. Want ik heb nu gewoon DRS op Verstappen. Waardoor ik redelijk hem even kan volgen. Zo gezegd, het is maar voor 1 à 2 rondjes. Want op het moment dat hij temperatuur in die harde banden krijgt, ja, is hij weg van me en zie ik hem nooit meer terug. Want hij is natuurlijk veel te snel. Als hier Russell en Norris ook een pitstop maken. Ook van de mediums naar de hards. Het is een beetje verspreid. Rondje 15, 16 en 17. Dat iedereen binnenkomt. Hier zien we de pitstop van Vettel. En dan denk je, ze doen niks. Nee, hij lost een 5 seconden penalty in. Die hij natuurlijk gekregen heeft.
En nogmaals, Gasly had hem ook zeker moeten hebben. Fucking FIA. En dan zien we dat Vettel vervolgens net voor mijn teamgenoot Fittipaldi naar buiten komt. Hier Fittipaldi en daarvoor zit dan Vettel. Maar Fittipaldi rijdt dan inmiddels al een rondje op deze nieuwe hards rond. Heeft de temperatuur dus al in de band zitten. En ik blijf dit leuk vinden om te laten zien. Maar je ziet Vettel gewoon struggelen. En zo wint mijn teamgenoot gewoon een positie met een overcut. Omdat hij hier weliswaar achter Vettel terecht komt. Maar omdat zijn banden wel op temperatuur zijn en die van Vettel niet. Haalt hij hem gelijk al in. Datzelfde geldt voor Guan Yu Zhou. En ook Stroll al meteen klopte aan bij Vettel. En zo zie je maar weer dat die pitstopstrategies eigenlijk een beetje veranderd zijn ten opzichte van vorig jaar. In plaats van de undercut die toen heel sterk was. Lijkt nu de overcut beter te werken. Over overcuts gesproken. Zo, lekkere tongbreker is dat. Ik ben natuurlijk het hele veld eigenlijk aan het overcutten. Want ik ben als enige nog buiten op de harde band. Ik word dan bijvoorbeeld ingehaald door Russell. Maar dat is weer lekker. Heb ik dadelijk weer een keer DRS. En op het moment dat ik nu over start-finish kwam, zag je dit misschien al rechts in mijn beeld. Mijn pitwindow is open. Ik ga deze ronde een pitstop maken naar de softband. En wat gebeurt er aan het einde van sector 3? Daniel Ricciardo, zijn motor ploft. Zien we vanaf de auto van Fernando Alonso. En hij moet zijn McLaren aan de kant zetten. Zijn Mercedes motor begeeft het. En dit is natuurlijk altijd een virtual safety car of een volle safety car. Dat weet iedereen. De FIA gaat hij zo meteen inroepen. En wie gaat er dan een pitstop maken? Jawel, dat ben ik. Natuurlijk, ik rijd op dit moment op de 7e plek. Maar op het moment dat ik die pitstop maak, verlies ik waarschijnlijk in plaats van 20 seconden, maar zo'n 10 seconden. En ga ik rond Alonso op plek 9 terechtkomen. Maar dan ook nog eens op gloednieuwe softbanden. Terwijl dat de rest van het veld op 10 tot 12 rondjes oude hards rijdt. Daar staat mijn grote vriend Ricciardo. Super gevaarlijk. Er komt natuurlijk een safety car. Een virtual safety car. Nou, FIA, roep hem maar in. Nee, hij komt niet. Echt. Ik word gewoon bestolen, man. Ik zweer het. Dit is toch 100% een safety car. Ik zweer het. Beter getimed had hij niet kunnen zijn. Iedereen heeft zijn pitstop al gemaakt. Behalve ik. Als er nu een safety car zou komen, ik zweer het je, ik zou kunnen rijden voor het podium. En dan denk je, het podium? Ja, het podium. Dan denk je, ja, het podium? Ja, het podium. Hoe vaak kan ik dit zeggen? Het podium? Ja, het podium. Nee, want dan was ik oprecht op P9 naar buiten gekomen. Was het hele veld bij elkaar geschoven. Hadden zij allemaal 10 tot 12 rondjes oude hards. 10 tot 8 rondjes oude hards. Het moet wel, moet niet liegen. En ik gloednieuwe soft. 2 compound zachter. En ook nog eens veel nieuwer. Nou, dan had ik oprecht iedereen voorbij gereden alsof ze niet bestonden. Ondanks dat ik dan een tragere auto heb. Ja, die banden maken dan zo'n verschil. Dat ik oprecht voor het podium had kunnen gaan. Maar goed, ondanks dat wordt die safety car of die virtual safety car niet ingeroepen. Met de virtual safety car was een podium overigens niet mogelijk geweest. Maar met een normale safety car, ik zweer het, had het gekund. Maar het wordt me niet gegund als we nu gaan jagen op Kevin Magnussen. Want ik kom flink achter hem naar buiten. Maar zo gezegd, hij is natuurlijk in rondje 10 zelfs al naar binnen gegaan. Dus zijn hards zijn al 16 rondes oud. Nog veel ouder dan alle mannen om hem heen. En ik rij nu op softs. En je zag aan het begin van deze ronde was het gat 4 seconden. En wij kunnen nu natuurlijk volle bak gaan pushen op onze softbanden. 2 compounds zachter. Ook nog eens veel en veel nieuwer. En dat betekent eigenlijk dat je 3 seconden op het begin per rondje kan gaan pakken. En de vraag is, hoe ver gaan we komen? Dat is een beetje de vraag. Ik ga het hele rondje gaan we gewoon meerijden. Geen knipjes, niks. Gewoon kijken hoe die voorsprong van Magnussen wordt opgeslokt. Het was net 4 seconden op start-finish. En nu nog maar 3 seconden. En je ziet letterlijk in elke bocht dat je tijd wint. Je kunt later remmen. Je kunt eerder op je gas. Je hebt zoveel meer grip. Ik rij een paarse tweede sector. Inmiddels is het gat nog maar 2,7 seconden. En ook Bottas, die 11,5 seconden voor me zat. Dat gat is inmiddels geslonken tot minder dan 10 seconden. En zeker in deze derde sector, de tragere derde sector, dat is de plek waar je de meeste tijd kunt winnen. En in één klap rijden we bijna nog maar 2 seconden achter Magnussen. En pakken we dus 2 seconden in de 26e raceronde. Komen over start-finish. Rijden we zelfs de snelste raceronde van iedereen op de baan. En dat is wat ik zei. Als er een safety car was geweest, hadden wij gewoon een podiumplek kunnen pakken. En waarom denk ik dat? Nou, ik rijd de snelste raceronde. Er is op dit moment niemand op de baan sneller dan dat ik ben. Oftewel, als we door de safety car allemaal samen hadden gezeten, dan zou ik ze kunnen inhalen, want ik ben sneller. Natuurlijk weet je wel, bij die softs, na een rondje op 5-6 is het beste ervan af. Oftewel, nu ben ik nog veel sneller, maar waarschijnlijk de laatste 2-3 rondjes gaat het langzaam weer kantelen in het voordeel van de mannen op de hards. Want dat is het idee. Hardere banden gaan langer mee, maar zijn wel minder snel. Dus het moet nu allemaal gebeuren. Een rondje later zijn we al aangesloten bij de staart van Kevin Magnussen. Zo snel mogelijk moeten we er voorbij. Aanremmen bocht 10. Zo gezegd, ik kan later remmen, eerder naar mijn gas. En dan buitenom maken we de inhaalmanoeuvre op de
Deen die voor mijn haas rijdt. Het is een Deen, toch? Het is zeker een Deen. Kevin Magnussen, het is een Deen. En hij wordt ingehaald door mij. En we kijken hem even vanaf zijn achtervleugel. Dat is de enige herhaling die ik van de game kreeg. Maar ik vond hem eigenlijk best wel sexy. Hier verdwijn ik alleen uit het beeld. En zul je me nooit meer terugzien, aangezien ik er voorbij ben. En het was nu dus wel zaak om weg te rijden bij Magnussen. Want wat ik zei, ik heb nog 3 rondjes het voordeel met de banden. Maar daarna kan langzaam wel eens dat voordeel richting de hardband weer terug gaan kantelen. Dus dan moet ik wel al een gat hebben geslagen. Maar je ziet eigenlijk al, ingaan rondje 30 rijden we een 20-7, tiende langzamer dan onze snelste ronde. En is dat gat al 2,2 seconden. Bottas is ahead of you now. And the gap to the car in front is 5.3 seconds. Okay, they're on old hard tires. Okay, they've done 15 laps on those tires. And the time last lap was a 1 minute 22.3. Gaining by 1.6 seconds a lap. Ja, 1,6 seconden per rondje. Met nog 3 rondes te gaan, zouden we wellicht Bottas nog kunnen aanvallen. Bottas ahead. Okay, gap ahead is 4.3 seconds. Okay, they're on old hard tires. Their tires are 16 laps old. Your last lap time was a 1.22.2. Good job. You're gaining by a full second a lap at the moment. Maar dit is wat ik al voorspelde. Een rondje later lopen we nog maar 1 seconde in. En ja, uiteindelijk in de 33e ronde komen we wel binnen de 3 seconden van Bottas. En ook Schumacher die daar dan weer net voor zit. Maar je ziet het hier al. Mijn softbanden zijn redelijk na de tering al bijna 40% kapot gereden. En waar we de eerste 2 rondjes 20-6 en 20-7 reden, gingen we nu nog maar 21-5 rijden. Verloren we een seconde extra ten opzichte van onze eerdere tijden. En was het niet meer mogelijk om Bottas nog aan te vallen voor de punten. En uiteindelijk die snelste raceronde die we even hadden staan werd ook nog afgepakt. Zowel Hamilton, Verstappen als Leclerc waren volgens mij alle drie uiteindelijk nog sneller dan wat wij waren. Besef, die doen dat dan op 15 rondjes oude hards, terwijl dat ik het op gloednieuwe softs deed. Dan kun je nogmaals het verschil zien tussen de Mercedes, Ferrari, Red Bull auto's en onze auto. Er is gewoon nog heel veel te winnen, maar je ziet wel dat we dus met strategie echt wel veel plekken kunnen winnen. Ondanks dat we misschien niet de beste auto hebben. Plek 11, helaas net geen punten. Maar die hard soft strategie deed het hem wel voor mij. Overigens ziek Hamilton van plek 4 naar plek 1. Die heeft iedereen ingehaald. Geen idee hoe hij dat heeft gedaan. Maar knap van hem. Joe toch nog van 20 naar 17. Dat komt dus mede door het uitvallen van Daniel Ricciardo. Maar hij heeft ook gewoon mannen op de baan ingehaald. En dat is mooi om te zien. Ricciardo valt uit. Dat is voor deze rivaliteit wel even lekker. Want dan gaan we met 5-0 over hem heen dit weekend. Terwijl dat hij eigenlijk een betere auto heeft nu natuurlijk. Hij heeft nu de 4e auto op de grid. Maar helaas niet betrouwbaar genoeg om deze Grand Prix uit te rijden. Maar McLaren is wel aan een hele goede opmars bezig. En kijken of ze die de volgende aflevering door kunnen zetten. Als ik jullie wil bedanken voor het kijken. Ik ben vergeten om de stand nu te filmen. Maar goed, ik heb geen punten gepakt. Dus ik was gewoon denk ik boos. Dus ik heb gewoon doorgeknipt. Hey, maar ik zweer het je. Een beetje geluk met een safety car en een podium kan zomaar lukken. Dus alles is mogelijk. Het blijft Formule 1. 2,6 miljoen voor de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En later mensen.